Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Wat is er weg video. Dit keer is het thema de The Grocery Gang. Wat is er weg is heel erg simpel. Het idee van het spel is, ik haal iets weg en jullie moeten raden wat ik weg heb gehaald. Ik laat daarna zien wat ik weg heb gehaald en we gaan het steeds moeilijker maken. Ik begin met iets heel makkelijks voor de jongere kijkers. En dan ga ik steeds moeilijkere dingen weghalen. En de spullen die... Je we gaan gebruiken zijn deze mushy slushy machine die we hier zien. We hebben de sticky soda blikjes, natuurlijk. We hebben de grocery gangs. En we hebben de chocolate bars of de caramel bars waar we ze in kregen. Dus dit zijn de spullen die ik weg kan gaan halen. Waar ik iets weg van ga halen. En wij gaan nu de eerste weghalen. Dus kijk goed naar dit plaatje. Dan haal ik wat weg. En dan moet jij raden wat het wordt. Dus kijk nu goed naar het plaatje. Dan kan je hem nog even op pauze zetten, als je het wil weten. En dan ga ik nu wat weghalen. Wat heb ik weggehaald? Nou, deze is natuurlijk nog wel heel erg makkelijk. Maar als je het niet ziet, kan je natuurlijk nog even terug in de video gaan en daar gaan kijken. Als je nog even wil kijken, zet hem dan nu op pauze. Want ik ga je laten zien wat ik weg heb gehaald. Dit was natuurlijk super makkelijk. Ik heb. Het blikje weggehaald. Je hebt het blikje sticky soda daar in het scherm. Die heb ik weggehaald met het croissantje erbovenop. Die had ik laten staan. Maar dit was dus uh, de eerste. Een makkelijke inkomer. Nou, we gaan nu een tweede doen. Ook nog steeds erg makkelijk. Maar misschien iets moeilijker. Ik denk het niet. Gewoon even, even oefenen. Nou, dus kijk goed naar het plaatje nog weer even. En dan ga ik nu wat weghalen. Het is weggehaald. Zien jullie het al? Nog steeds niet een hele moeilijke. Het zijn natuurlijk nog gewoon de begin-dingetjes die we weghalen. Dit is voor de beginnende spelers, voor de wat jongere kijkers. Die kunnen dit ook al gewoon relaxed meedoen. Als je nog even wil kijken, zet hem dan nu pauze. Ik ga namelijk nu laten zien wat ik weg heb gehaald. Ik heb deze chocolate bar weggehaald. Dit was hem. Hij stond hier in de hoek. Zo, die zetten we weer terug, die doet weer mee. En dit was het, dit waren de twee makkelijke. We gaan het nu iets moeilijker maken. Wat gaan we nu weghalen? Nou, kijk goed naar dit plaatje, want dan ga ik nu weer iets anders weghalen. Het is weg. Kijk goed naar het plaatje, kijk of je het kan vinden. Deze is al iets moeilijker dan daarnet. En je hebt nog heel even de tijd om te kijken, je kan natuurlijk naar alle poppetjes kijken, je kan kijken of je misschien zo'n groot blikje erbij hebt gedaan, weg hebt gehaald, nee dat is natuurlijk weghalen. Um, wat zou het deze keer zijn? Wil je nog even doorkijken, zet hem dan op pauze, weet je het niet zeker, kan je altijd terugspoelen natuurlijk naar waar ik laat zien hoe het eruit zag. Ik ga nu laten zien wat ik weg heb gehaald. Het was de kip, deze heb ik weggehaald en hij komt hier vandaan. Zo, die staat er weer. Alles staat weer zoals het hoort. Kijk goed naar het plaatje. We gaan de volgende weghalen. Het is een beetje even moeilijk als deze. Maar het is, uh, dit is, we zijn nu in het middengebied gekomen. We gaan zo meteen hopelijk de echte moeilijke doen. Maar we zien het wel. Kijk goed naar het plaatje. Ik ga weer iets weghalen. Wat heb ik weggehaald? Is het te zien? Kan je het vinden? Ik denk van wel, jullie hebben vorige keer ook al laten zien dat jullie diegene die ik heel erg moeilijk vond, zo hadden gevonden. Dus, zet hem op pauze als je nog wel even verder wilt kijken, want ik ga je nu laten zien wat ik heb weggehaald. Deze heb ik weggehaald en waar kwam die nou vandaan? Nou, hij komt uit een chocolate bar. Zo. Die heb ik weer teruggezet. Dan kan je zien waar die vandaan kwam. Je kan het nog even gelijken, vergelijken met net. Eh, voordat ik het weg had gehaald. Kijken of het inderdaad wel klopt wat ik zeg. En nu gaan we bij de moeilijkere komen. Ga je vinden wat ik weg heb gehaald? Deze is misschien nog niet heel moeilijk. Misschien doen we er nog drie. En dan, eh, dan is het weer over. We gaan er nu weer één weghalen. Dus zet hem even voor pauze als je nog even goed wil kijken. Ik ga het nu weghalen. Het is weg. Wat heb ik weggehaald? Kan je het beschrijven? Kan je het bedenken? Het is heel erg lastig. Misschien is het wat lastiger om te beschrijven wat ik weg heb gehaald, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je gewoon leuk meespeelt. Je kan het in de comments natuurlijk plaatsen wat ik weg heb gehaald. En neem nog even de tijd, zet hem even op pauze, kijk er naar, spoel terug als het nodig is. Ik ga je nu laten zien wat ik heb weggehaald. Ik heb dit blikje weggehaald, maar waar komt die vandaan? Nou, hij was best moeilijk, vond ik al, want hij lag verstopt naast deze bad soy. Daar lag hij. Dat was de plek. Heb je hem gevonden? Nou ja, wij gaan er nu nog één weghalen. We gaan er nog twee weghalen. Eentje vind ik grappig en eentje vind ik echt super moeilijk. En ik denk, nou ja, ik hoop dat je die laatste natuurlijk niet kan vinden. Maar nu komt er nog eentje die is nou, misschien niet super moeilijk. We gaan het zien. Ik ga het nu weghalen. Wat heb ik weggehaald? Wat is er nu in het plaatje anders? Het is niet zo dat er iets verschoven is. Daar moet je niet naar kijken. Het gaat er echt om van wat is er weg uit het plaatje? Welk ding mist er? Kan je het zien? Je moet heel goed kijken, denk ik. En dan uh, ga ik je zo meteen vertellen wat er weg is. Zet hem op pauze als je nog even wil kijken. En anders ga ik je nu laten zien wat ik heb weggehaald. Dit is hem. Dit heb ik weggehaald. Maar waar komt die nou vandaan? Hij kwam uit de vriezer. Daar heb ik hem uitgehaald. Ik ga hem nu weer terugzetten. En dan uh, gaan we zo meteen beginnen aan de moeilijkste. Alles staat weer klaar. Ik ga er eentje weghalen. Kijk goed naar het plaatje. Kijk goed waar alles staat. Hoe alles eruit ziet. En dan ga ik nu weer een, uh, iets uit het... Laat je weghalen. Dus kijk goed. En ik haal het nu weg. Ik heb het weggehaald. Kan je zien wat ik heb weggehaald? Is het te vinden? Nou, vast wel voor jullie. Maar schrijf het op in de comments als je het denkt te weten. En je kan natuurlijk weer op pauze zetten. Even terugspoelen. En dan kan je me vertellen wat jij denkt dat het is geweest. En ik ga je nu laten zien wat ik heb weggehaald. Dit is hem. En hij... Uh... Hij stond of zat of lag. Daar. Dus hij was heel lastig te zien. Je zag eigenlijk alleen dat kleine puntje zag je uitsteken door de kleur. Dus die vond ik zelf vond ik hem wel lastig. En uh, dit was mijn wat is er weg met de grocery gang. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Volgende keer gaan we weer. Uh, Misschien ook weer met Grocery Gang, maar misschien een ander thema. Misschien met wat ander speelgoed er doorheen gemixt. Maar we gaan dit gewoon blijven doen. Juf Jannie heeft ook Wat is er weg op haar kanaal. Zij heeft hem gedaan met uh, LOL Surprise, volgens mij zo uit mijn hoofd. Maar uh, ze blijven komen. We blijven teruggaan. We blijven hiermee doorgaan. En uh, elke keer een ander thema. Elke keer andere spullen. En ik hoop dat jullie terug blijven komen. Geef een like, abonneer en tot de volgende keer. Doei doei.